Het CWZ neemt de signalen van patiënten en schoonmakers over de gebrekkige hygiëne in het ziekenhuis serieus. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie op publicaties over de perikelen binnen de schoonmaakdienst, die aangestuurd wordt door het bedrijf GOM. Het ziekenhuis is hierover in gesprek met het schoonmaakbedrijf. Wel geeft CWZ aan dat dit een zaak is tussen GOM en haar personeel. Een meerderheid van het personeel was voor de overname afgelopen september in loondienst bij CWZ. Hun contracten zijn overgenomen door GOM met aanvullende afspraken die de medewerkers gedurende een overgangsperiode dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als in de oude situatie. RIVM, de Patiëntfederatie, de Hart- en Vaatgroep en de GGD zijn gevraagd om een reactie te geven op de situatie, maar zagen daarvan af. Soms is Nijmegen net een Belgische snelweg. Dat ondervinden chauffeurs en passagiers die over de Sofiaweg bovenaan Hengsdal rijden. Het wegdek van het stuk straat tussen de Bergendalse en de Kwakkenbergweg zit vol met diepe gaten. Deze gaten vullen zich tijdens een flinke regenbui met water, waardoor je auto meteen terug naar de wasstraat moet en fietsers met een beetje pech een golf over zich heen krijgen. Buschauffeurs en hun passagiers klagen over de onprettige rit over deze straat. Het is dan ook een meevaller dat alleen de openbaar vervoergebruikers die meerijden op lijn 8 getrakteerd worden op een acute hernia. Het nieuwbouwproject Hutgraaf in Beuningen nadert voltooiing. Veel Beuningers kennen het terrein nog uit de tijd dat de Beuningse boys er elk weekend streden voor de overwinning. Nu ontwikkelt Hendricks Bouw en Ontwikkeling er een nieuwbouwwijk met zowel rijwoningen als twee-onder-een-kapwoningen en bungalows. De velden van de voetbalvereniging veranderen zo in een ruim opgezette wijk met een centraal gelegen park. Een oproep van wijkcomité Oost om illegale studentenhuisvesting te melden heeft effect. Ze krijgen heel veel reacties, dat zegt bestuurslid Henk Remy. De kliklijn van het wijkcomité is een initiatief van vijf wijkorganisaties en platform Kamerbreed. Nijmegen telt mogelijk meer dan 2000 panden die illegaal als studentenhuis gebruikt worden. In deze panden worden kamers verhuurd zonder dat daar een geldige vergunning voor is afgegeven. In enkele gevallen is er voor het pand alleen een vergunningsaanvraag gedaan.